Ik had nog een kans nodig om het te bewijzen en dat had ik nooit gehad. Ik vond het heel moeilijk om de rechtszaak te doen. Het was niet tegen Wyoming, maar het voelde wel zo. De prestatie op de Olympische Spelen ging helemaal niet meer over bewijsdrang of iets dergelijks. Dat ging echt over het beste uit jezelf halen. Ik heb getwijfeld, maar ik wist dat ik niet wou stoppen met turnen. Dus we zijn nu Céline van Gerner versie 2.0 aan het uitvinden. Hoe we daar het maximale uit kunnen halen.